hulp nodig. Toen ik eenmaal onder die auto lag, toen... voor mijn gevoel heb ik 10 minuten gewacht. Totdat ik dacht van, nou, misschien hij is er weg. Dus toen heb ik heel zachtjes mijn mobiel gepakt en die vriend opgebeld waarvan ik wist dat hij wakker was. Om te kijken of hij misschien mij kon zoeken. Waarom verstopt een doodsbange jonge vrouw zich midden in de nacht onder een auto? Ze is zo moedig om zelf te vertellen wat haar overkwam. De vrouw van 21 is met een bevriend stel op stap geweest in het centrum van Den Bosch. Het is de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 januari. Om 3:30 sluit het café waar ze geweest zijn en de drie vertrekken richting huis. Ja, het was eigenlijk wel een superleuke avond. Ik ben lang niet meer uit geweest. Best wel weinig tijd. En dit was de eerste keer dat ik weer uitging. De vrouw slaapt die nacht in het appartement van haar vriend verderop in Den Bosch. Vanaf het huis van haar vrienden is dat nog een kleine 10 minuten lopen. Kan ik niet nog een stukje mee te rijden? Zeker, oké. Het was maar 5 minuten lopen, dus ik had zoiets van, dat is niet nodig. En ook al is ze alleen, ze maakt zich daarover geen zorgen. Verderop, vlak bij de oude watertoren, passeert een zwarte BMW. Ja, je ziet zo vaak een auto, dus ik had daar niet eigenlijk bedenkingen bij. Toen ik uiteindelijk doorliep, kwam een auto naast me rijden, stapvoets. En die deed het raampje open. Dag dame. Ga je doen? Rust. Ga weg. Stap eens even lekker in, joh. Wat op. Stap eens even lekker in. Op het eerste moment heb ik daar gewoon op gereageerd. Zo van, joh, ik ben op weg naar huis en ja, rot op. Ga weg. Kom even dan. Toen hij echt uit de auto stapte, toen had ik wel zoiets van, oké, dit is niet goed. Ook al wil ze doorlopen, een van de mannen houdt haar tegen en grijpt haar stevig vast. Die jongen die me vasthield, die trok mijn t-shirt iets verder naar beneden. En die andere jongen met de sigaret, die drukte hem uit op mijn borst. En toen hij de tweede keer het nog een keer deed, toen realiseerde ik pas en toen wilde ik wegtrekken. Waardoor die sigaret weer erop kwam. En op dat moment was het gewoon van, nou, ik moet hier zo snel mogelijk weg. En toen heb ik hem op een of andere manier losgerukt. En ben ik de eerste beste straat in gerend. Bij de tweede auto ben ik daaronder gaan liggen. In de hoop dat ze dan weg zouden gaan. Voor mijn gevoel was het dat ik daar 10 minuten lag. En daarna durfde ik pas een vriend van mij op te bellen. Ja, die wondjes die blijven nog wel lang. Dus elke keer als je omkleedt of straks in de zomer, je wordt er wel elke keer mee geconfronteerd. Ik bedoel, ik was heel vrolijk en open. En nadat dit gebeurd is, ben ik net een kluizenaar. De daad zelf duurde misschien 5 minuten. Maar voor mij duurt het nog heel lang. Ze heeft diepe brandwonden opgelopen. Mogelijk zelfs met blijvende schade. Meerdere keren is de sigaret ingebrand, terwijl de vrouw werd vastgehouden en geen kant op kon. Ze heeft niet gezien hoeveel mannen er in de auto zaten, maar in ieder geval 2. Ze waren beide licht getint. De een had een stevig postuur en de ander was duidelijk langer en slanker. En zeker is dat een van hen rookt. Ze reden in een donkere vierdeurs auto. Mogelijk een BMW 3-serie, maar dat is niet helemaal zeker. Wat opviel was dat de zijruiten aan de achterkant geblindeerd zijn. Wie legt de link tussen deze deels geblindeerde auto en de twee daders? Die nacht waren er rond het tijdstip van de mishandeling nogal wat mensen op straat. Misschien wel goede getuigen. Kort voordat de vrouw over het Hinthamereinde liep, filmt een bewakingscamera deze getuige die richting de watertoren loopt. Mogelijk kan hij ook meer over de daders of hun auto vertellen. We willen graag spreken met hem en andere potentiële getuigen. Automobilisten, fietsers en voetgangers die de daders hier mogelijk 's nachts nog hebben gezien. Het kan ook zijn dat er al eerder in de stad iets is voorgevallen en misschien hebben ze daar ook al mensen lastig gevallen. Denk mee en help de politie op het spoor te zetten van deze 2 lichtgetinte mannen. Met een brandende sigaret mishandelden ze de 21-jarige vrouw. Dan was dit al...
Ja.